Na 3,5 jaar kruipt Alberto Stegeman voor undercover in Nederland in de huid van een nieuw alter ego. Om misstanden aan de kaak te stellen, vermomt hij zich als Eddie Meijer. Ik ben Alberto Stegeman en het afgelopen jaar was ik undercover in Nederland. Al 13 jaar lang stopt Alberto Stegeman zijn neus in criminele zaken en probeert hij pooiers, illegale handelaren en andere gaaiers te ontmaskeren. Gast, dood jongen. Dat is niet normaal. Ben ik dan met 12 jaar aan, man, hè? Ja. Maar ook harddrugs en zo. Het moeilijkste is om op dat moment je in te houden. Want je hoort iemand iets zeggen dat je denkt, ik ga je nu... Nou ja, je kaak breken, om wat te noemen. Alleen doe je dat niet, omdat dat niet hoort. Dan hou je je in en dan zorg je voor bewijs. En dan moet hij worden aangehouden. Het 25e seizoen zit weer vol spannende infiltraties. En dat doet Alberto opnieuw met een spraakmakende vermomming. Professionele grimeurs staan klaar mij in 4 uur tijd te veranderen in Eddie Meijer. Eindveertiger met een robuust uiterlijk. Dit is Eddie, mijn nieuwe alter ego. Ik infiltreer in de wereld van de misdaad. Word ik geloofd als pooier of als illegale handelaar? En lukt het mij met deze vermomming om zelf oplichters op te lichten? Wat een bizarre wereld. Eddie's eerste opdracht. Duik met je verborgen camera in de wereld van de jongensprostitutie. Een jonge medewerker speelt mijn minderjarige prostituee. En we willen in kaart brengen hoe die wereld eruit ziet. Er is nu afgesproken met een man die ook wil betalen voor seks. Weet dat het om een minderjarige gaat. Ja, waar heb je zin in? Waar heb je lekker in? Ja, Piper hadden we afgesproken, toch? Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ik wil wel eerst betaald hebben voordat ik... Ja, oké. Okay. ...iets ga doen. Stoppen, ja! Nu! Stoppen! Ja. Eddie Meijer. Ja. Leg uit, wie is Eddie Meijer en hoe kom je eraan? Ja, hoe kom je eraan? Hou op. Kijk, dit bedenk je niet op het moment dat je bedenkt dat je een typetje doet. Want dat is het toch om, ja... Kijk, je gaat met een professioneel team zitten. Mm-hmm. En dan moet het zo ver mogelijk bij jou vandaan zijn. Dus dan, ja, lang haar. Ja, dat soort kleren draag ik ook niet dagelijks. Dus van het een komt het ander. Ze zijn een beetje aan het testen. En op een gegeven moment dachten we, nou, dit past wel. En toen heb ik nog zo'n goudkleurige BMW erbij gekocht. Mm-hmm. En toen was het plaatje wel compleet. Ja, je zegt zo ver mogelijk bij je vandaan. Ja. Dat is niet helemaal waar. We hebben een jeugdfoto van jou. Ja. En dan zie je eigenlijk een jonge Eddie Meijer. Ja, ik moet dit. In het middenste, ja. Die blonde gozer, dat is Alberto Stegeman. Ja, en dit is niet vlak voor carnaval of zo. Dit was ook echt hoe wij toen leefden, ja. Ja, dat was eind jaren 80. Ja, maar John, zo'n vermomming, werkt het, denk jij? Ja, ik denk het wel. Ja? Zeker omdat je natuurlijk een tijdje niet zelf undercover bent geweest. Op het moment dat je wekelijks te zien bent, dan zul je op een gegeven moment gaan merken dat je daarmee de kans vergroot dat je herkend wordt. Mm-hmm. Maar dit is zo subliem gedaan. Ik denk dat het. Ik weet niet, heb je momenten gehad dat je twijfelde, dat je dacht van nou, nu hebben ze me door? Nou ja, ik heb echt honderden mensen gesproken. En kijk, je begint met... ik ben eerst eens een supermarktje ingelopen. En, oh ja, dan ga je gewoon in die vermomming... Ja. Zonder dat je een camera bij je hebt, ga je een supermarkt. Ja, testen. Ja. Alleen, iedereen keek mij aan. En ik dacht, nou ja, ze zien dat ik het ben. Maar volgens mij keek ze me aan omdat het zo'n rare vogel was. En, jij hebt mij nog een appje gestuurd met een foto van jij zit goed in de criminele wereld. Ken je toevallig deze gozer? Ja. Dus ik heb echt een half uur op die appje. Alles John van der Heuvel, oud-regisseur bij de politie. Nee, dus ja, weet je, uiteindelijk... Dus dan heb je dat dan getest, even tanken bij een tankstation... om te kijken hoe mensen reageren. Dat gaat dan goed, want ja, je spreekt wel af met criminelen... met mensen die echt dingen doen die niet door de beugel kunnen. Dus je wilt dat het goed gaat. En ik heb honderden mensen gesproken. Mm-hmm. En één iemand heeft mij ontmaskerd. Dus die had mij door. Ja. Ik vraag me altijd af, als jij de hele dag in karakter bent... Hè? Je maakt dit soort dingen mee, je spreekt dit soort figuren... hoe kom jij dan thuis? Ja... Nou, ik heb geleerd van de vorige vermomming... dat je dan niet in vermomming thuis moet komen. Ja. dus die is dan al af. Ja, dan is het ergens diep in de nacht en dan slaapt iedereen. En, maar ja, het zijn echt heftige dagen. Ben je wel eens bang? Niet echt serieus bang geweest, maar wel een aantal malen. Ik heb één bijvoorbeeld een confrontatie gedaan... waarin je dan het masker afdoet om iemand met de feiten om de oren te slaan. Mm-hmm.
ja, die man die wilde mij een aantal malen wat aandoen. Mm-hmm. En zo, ja, dan moet je wel eventjes op je quivive zijn. Ja, vanaf morgen dus te zien. Begin met jongensprostitutie. Wat is de meest spectaculaire zaak in de serie voor jezelf? Aflevering 3. Een man, volwassen man die seks wil met een meisje van 10. Meisje bestaat echt. De ouders hebben ons ingeschakeld. Mm-hmm. En wij hebben uiteindelijk gezorgd dat die man naar een bepaalde plek toekomt. Die mensen hadden zich eerst bij de politie gemeld. Die hebben er niks mee gedaan. Dus ik heb uiteindelijk besloten die man samen met mijn beveiliger zelf aan te houden. Dus maar daar was die man het niet zo blij mee. Dus dat was wel de meest spectaculaire ding. En overgedragen aan de politie uiteindelijk. Vanzelfsprekend. Dat en meer morgenavond. Ja. Hoe laat? 9:30? 9:30, ja. SBS6. Ja. Dankjewel, Alberto. Alsjeblieft.